Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 14 september en ik ben weer terug. Beetje gek dit, ik heb echt super lang niet gevlogd. Ik heb ook geen video's gemaakt omdat ik eigenlijk wilde gaan stoppen, maar daar vertel ik zo meteen meer over. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal hier beneden. En heel veel kijkplezier met deze video. Oké, punt 1. Het is echt super vroeg. Het is 7:30. Ik moet zo meteen naar school. Er staat een lamp op mij, dus ik ben een beetje wit. Maar dit is mijn tweede week op school. Dus ja, morgen heb ik 2 weken op school gezeten. Ik bedoel vandaag. Ik ben een beetje in de war, ik ben net wakker. En ik vind het echt heel erg leuk. Het past echt super goed bij mij. Alleen ik dacht, ik ga niet meer vloggen. Ik ga stoppen met mijn kanaal. En ik denk dat ik me toch aan heb bedacht. Maar dat kan ook nog veranderen. Want het lijkt me gewoon niet handig met school. Maar ik denk dat ik gewoon daaromheen ga filmen. Dus wat ik ga proberen is van vrijdag tot vrijdag te filmen. Ik heb geen idee of dat gaat lukken. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik heb nu eerst nog een stukje wat ik volgens mij in de vakantie had gefilmd. Een stukje van de weekvlog. Ik vond het toch een beetje zonde om dat weg te laten. Dus dat komt nu. En daarna zien jullie mij weer terug. Oké, het is dus vrijdag. Het is al vrijdagavond. Ik had vanochtend namelijk nog gevlogd voor de vlog van de vorige keer. En ik heb me klaargemaakt en ik ga zo met mijn moeder even wat eten in de stad. Waar ik super veel zin in heb. Want ik ben nu heel lang bij mijn vader geweest, dus daarom. Ik heb even alleen wat mascara opgedaan en mijn wenkbrauwen gedaan. En me omgekleed. En dan ga ik over 10 minuutjes weg, denk ik. Ja, over 10 minuutjes. Dus ik zal even laten zien wat ik aan heb. Oh, het ziet er nu een beetje raar uit. Ik heb deze trui aan van Naked met die open rug. En dan heb ik zo'n broek aan. Deze is van de Bon Beer. En mijn Puma's. Want die blijf ik gewoon het fijnst vinden. En ik ga nog even een tasje pakken. En dan ga ik naar mijn moeder toe. Ik heb helemaal niks van het eten gefilmd. Oh, ik heb me vergeten. Nou, ik weet niet. Ik kan er echt niet zo zin in. Oh, dan gaan we nog een keer. Oké, mama en ik hebben net bij La Casita gegeten. En het was echt heel erg lekker. Super heerlijk. Ja, het was echt heel erg lekker. En wat je daar kan je dus allemaal van die kleine gerechtjes nemen. Dus we konden allemaal verschillende dingen bestellen. En we gaan nu lekker een ijsje halen bij de ijssalon. En daar heb ik ook heel veel zin in. Oké, het is vandaag zaterdag toch? En ik heb de hele dag gewerkt en nu ben ik samen met Eva, Demi en Lieke. Enthousiast hoor, dames. Oké, en we gaan nu even wat drinken en dan gaan we zo weer uit in Den Haag. Oké, dus dan. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Let niet op mijn hoofd, ik heb namelijk bijna geen make-up op. In ieder geval geen mascara. Ik heb me net helemaal klaargemaakt en ik ga nu naar Im toe. Want we hadden zin om in de stad te gaan eten. Dus dat gaan we doen. Zal ik laten zien wat ik aan heb? Ja, is goed. Ik hoop dat het een beetje is te zien, maar ik heb een shirt aan van de Zara, broek van de Sting, Superga's. En deze jas is ooit van de Mango geweest. Ik hoop niet dat het te warm is, maar ik heb het gewoon heel erg koud. Im en ik zijn in de stad en we hebben al wat gekocht. Het lijkt alsof het heel veel is, maar het is gewoon heel groot. Of het heel veel is, maar het is gewoon heel groot. En ik heb het heel erg warm. Wil je deze schoenen aan het? Nee, is niet echt mijn ding. Oké, ik lag weer lui in bed, want ik heb net even in de stad met Im geluncht. En ik heb 2 dingen gekocht. Zal ik dat nu laten zien? Nee, dat ga ik straks laten zien, want dan doe ik het wel gelijk aan. Waar ik heel erg blij mee ben. Ik zie er echt niet uit zonder mascara. Goedemiddag, het is vandaag woensdag. Gisteren zou ik volgens mij nog iets filmen over mijn kleding. Want ik was van plan nog iets te gaan doen, maar dat is uiteindelijk doorgegaan. Dus toen kon ik dat ook niet filmen en toen heb ik gewoon in bed gelegen. Het is inmiddels 4:00. Ik heb weer de hele dag in bed gelegen. Maar ik ga even nog wel die kleding laten zien. Dat had ik wel beloofd. En dan ga ik werken. Dan ga ik niks doen. Niet dat ik weet. Ik wil wel iets doen, maar ik heb geen idee wat. Iedereen gaat alweer naar school. En ik ga ook maandag weer naar school.
En ik ben heel erg zenuwachtig. Laten we het daarop houden. En ja, ik heb 2 dingen gekocht. Ik ga het nu even pakken. Oké, het is een beetje raar beeld. Je ziet ook mijn been. Maar anders kan ik het niet goed laten zien. Want mijn statief ligt nog ergens anders. Ik heb zo'n tuinpakje gekocht. Hoe ga ik dit goed laten zien? Zo één. Zo'n tuinpak met van die... Zo, dat je die zo voor moet vastmaken met een zakje. En het is dus in een vorm van een hoekje. Superleuk. Ik had deze al in het blauw, maar ik zocht hem nog in het zwart. Dus ja, ik heb hem dus nu in het zwart gevonden. En ik ben er echt heel erg blij mee. Jullie komen het nog wel te zien in de vlog. En hij was 30 euro en ik heb hem in de maat 36 van de H&M. Ik heb nog een nieuw jas, maar die ga ik denk ik... Zal ik die nu aandoen? Nee, ga ik niet nu aandoen. Dan laat ik hem wel eens zien. Bij de Bershka heb ik zo'n teddyjas gekocht. Van zo'n stof. En het is eigenlijk gewoon een hele simpele jas. En deze was 40 euro. En ik heb hem in de maat XS, want hij viel best wel groot. En nu is hij precies goed. En ik heb zoveel zin om deze aan te doen. Want het is al zo koud buiten. En ik ga hem nu omkleden voor werk. Oké, ik ben terug van werk. Let niet op mijn hoofd. Ik ga nu lekker in bed een serie kijken. Ik ben bezig met Lost. Heb ik ooit al een keer gezien. Maar toen was ik wel wat jonger. En ik wil nu helemaal goed kijken. Dus ik heb nu ongeveer in 3 dagen 22 afleveringen of zo gezien. Dus ik moet morgenochtend ook werken. En ik zie er echt uit als een jongen. Ik wil heel graag nieuwe video's opnemen. Maar ik heb niet echt inspiratie. Ja. Dus dan weten jullie dat. Misschien ga ik nog wel een video over school maken. Dat is wel iets wat ik nog heel graag wil doen. Oké, het is de volgende dag. Het is vandaag donderdag. Het is inmiddels al 6 uur. En ik heb de hele dag niks gefilmd. Maar dat komt omdat ik de hele dag moest werken en in bed heb gelegen. En ik ga nu naar Eve toe. Nou, ik ga haar even ophalen. Want we gaan even gewoon meidenavond niks doen, laat maar zeggen. Gewoon in bed films kijken. Dus ik heb ook een trui aan en een legging. En in mijn haar kan je ongeveer frituren. Dus ik ga haar nu even ophalen. Dan gaan we ook wat eten. Oeh. Ik ben gewoon helemaal buiten adem. En ja, dit is dus nog mijn make-up van vanochtend om 6:30 toen ik het moest doen. En ja, ik heb onderhand ook wel trek. Dus ik ga hem nu even ophalen. En dan... ik zal mijn camera wel even meenemen. Ik sta nu voor Eva naar huis. En dan ga ik even wachten op Eva. En dan gaan we zo meteen volgens mij bepalen wat we willen eten. Het gaat nog wat worden, want ik hoorde net dat Eva heel graag pizza wilde eten. Als ik ergens geen zin in heb, is het pizza. Aangezien ik dat gisteren volgens mij heb gegeten. Ja, gisteren. Dus kijken wat we nu gaan eten. De camera is een beetje scheef. Kon die nou hierin? Dat vroeg ik me af. Nee, dit gaat niet werken. Nee. Maar ja, dat dus. Oké, ik zal snel mijn outfit even laten zien. Ik heb deze flare broek aan van de Bershka. En deze zwart, ja, deze zwart. Dit zwarte shirt van de Pull & Bear. En daaronder mijn Puma's. En ik ga nu naar school toe. En ik ga met de auto naar het station. En dan ga ik naar school. Oh ja, en ik ben weer terug. Dit is weer het begin van de vlog. Oké, het is 10:10 en ik ben nu al klaar met school. Dus ik ben de hele dag vrij. Ik had namelijk maar 1 les. Ik had alleen rekenen. Dus dat is wel chill. Ga ik met de auto even naar mijn moeder toe. En dan ga ik daar mijn stagemap ophalen. Want ik heb dus vandaag mijn gesprek op mijn stage. Dus ik ben echt heel erg zenuwachtig. Dat heb ik om 3 uur. En ik ga daarvoor nog even dingen voor school doen. Want ik heb nog helemaal niks gedaan. En ik moet niet gaan achterlopen al gelijk aan het begin. Dus ik ga nu even mijn stagemap ophalen. En even wat eten, want ik heb echt heel veel trek. Ik ben weer thuis. Ik heb zo meteen mijn stagegesprek. Dus ik ga die even voorbereiden. Zodat ik daar niet straks zit met helemaal niks. Dus ik ga die belangrijkste vragen even doorlezen. En dan ja, ga ik voor de rest ook nog even andere dingen voor school doen. Aangezien ik echt nog helemaal niks heb gedaan. En ik me anders een klein beetje... Ja, zorgen maken wil ik het niet noemen, maar... ja, dat ga ik dus nu eventjes doen. Oké, ik ben even bezig geweest voor school. En ik heb nu mijn stagegesprek, dus daar ga ik nu naartoe. Ik ben heel erg zenuwachtig. En ja, ik heb er wel heel veel zin in. Maar ik ben heel erg bang. Oké, het is vandaag zaterdag. Ik ging gisteren nog mijn nagels laten doen.
En ik heb het een keer rood. Het lijkt een beetje oranje op de camera, maar het is rood. En ik heb nu een barbecue. Ik ga daarna met Yves, dus daardoor film ik weer even. Want ja, op die manier. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb zo'n broekje, hoe heet dit ook weer? Nou, van de Bershka. En, of deze van de H&M en deze is van de Only. En ik ga nog even mijn Sandra's aan doen. Oké, het is vandaag maandag. En gisteren en vandaag heb ik de hele dag niks gefilmd. Ik moest namelijk de hele dag werken. Ik was vandaag namelijk vrij van school. Dat ben ik niet elke maandag, maar dat kwam denk ik gewoon zo uit. En ik heb dus gisteren moest ik van 11 tot 7 werken. En vandaag moest ik in de ochtend werken en de rest heb ik aan school gezeten. En ik ben echt trots op mezelf. Ik heb zoveel gedaan. En we moeten ook heel veel boeken lezen, heel veel kinderboeken. Dus die heb ik ook maar gehaald bij de bibliotheek. En ook gelijk even een bipas aangevraagd. Kan ook niet beter. Maar ik heb me net even opnieuw opgemaakt. Want ik ga straks eventjes weg. En dus ik was even bezig met mijn tas aan het inpakken. Ik weet nog niet precies hoe ik deze vlog ga indelen. Maar ik kijk gewoon vrijdag hoeveel ik heb. Want volgens mij zit er ook nog een stukje aan van de vorige week vlog. En ik ga gewoon elke week vloggen. Van vrijdag tot vrijdag. En ook al is de vlog een beetje kort, ik ga het gewoon toch online zetten. Zodat er wel elke week gewoon een video is. Ik heb wel een paar video ideeën. Maar die moet ik nog even uitwerken. Oké, het is vandaag dinsdag. En heb ik werd getagd op iets grappigs. Maar het is vandaag dinsdag en ik sliep niet thuis. En ik dacht dat er heel veel file zou staan. Dus ik ben heel vroeg naar het station gegaan. Omdat ik zo naar school moet. En nu moet ik dus een kwartier wachten. Dat is niet heel erg hoor, maar ja, dat dus. Dus ik zit nu nog even in de auto, want ik ga niet buiten wachten. Dat haat ik. En dan ga ik eventjes... de handremmer nog niet op. Dan ga ik eventjes nog wat ontbijten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. En ja, ik ga dus zo naar school. Dan heb ik, volgens mij heb ik kunsttraject. Dus dat is best wel lang. En volgens mij nog iets anders. Maar ik weet niet precies wat. Ik heb in ieder geval mijn tas ingepakt. En ik heb deze weer aan, want bij die verjaardag had ik hem toch maar heel even aan. En ik vind hem erg leuk. En het shirt is volgens mij ooit van de Bershka geweest. Of van de Pull&Bear. Zoiets. En deze was dus van de H&M. En daaronder heb ik gewoon mijn Sandra laarzen. Dus ik ga nu even nog wat eten. En dan om 9:30 gaat mijn trein naar school. Dus dat is over 12 minuten. Zo. Nou, ik kreeg nog best wel veel vragen over mijn opleiding. Maar ik ga niet op school filmen. Niet dat ik weet. In ieder geval ook niet bij mijn stage. Maar ik wil jullie wel gewoon een beetje vertellen hoe alles zit. Dus dat probeer ik wel zo goed mogelijk te doen. Dus als je dan vragen hebt, kan je dat gewoon stellen in de comments. Maar ik denk niet dat ik echt dingen op school en zo ga filmen. Tot nu toe vind ik de opleiding echt heel erg leuk. Het is echt heel erg gewoon wat ik wil. En ik vind het ook niet erg om huiswerk en zo te maken. Dus dat is een goed teken. En ja, ik haat het alleen om met de trein te reizen. Dus dat is een beetje kut. Maar ik ga nu dit opeten en dan naar school. Ik was vandaag gewoon aan het vloggen, dus dat scheelt. Oké, okay. Okay, ik ben nu op school. Hallo! Stel je even voor. Hoi, ik ben Sanna en ik zit in de klas bij Janne. Ja, en wat gaan we nu doen? Nou, we hebben nu een tussenuur. En oh, dit klinkt zo middelbare school. Ja. Onze hele school is ook al heel kinderlijk. Ja. Maar we gaan. Er is een actie bij Domino's. Dat je voor 4 euro... 4 euro. Euro. Is toch 3 euro? Ja, 3 euro. Door Centraal heen, toch? Ja, door Centraal heen. Waarom ga ik vol op? Nee. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ja, volgens mij is het woensdag. En het is heel erg laat. Want ik hoef pas om 1 uur op school te beginnen. Dus dat is super chill. En ik wilde eigenlijk eerst met de auto gaan. Maar ik ga toch maar met de trein. Dus ja, ik zoek even mijn telefoon. Oh, hier. Ja, het is nu 12 uur. Dus ik moet over een uur op school zijn. Maar ik moet al over een kwartier weg voor de trein. En ik wil eigenlijk nog wat eten. En ik heb dus alleen muziek. Dus ik hoef maar 1 boek mee naar school te nemen. Dat is super chill. En dus ik ben ook heel erg vroeg uit. 2:30 volgens mij. Volgens mij duurt de les 1,5 uur. Maar ik kom juist eigenlijk eerder te laat als ik later moet beginnen. Dan als ik vroeg moet beginnen. Ik weet niet waarom dat is. Ik denk omdat ik anders heb ik zo'n soort standaard schema waar ik me aan hou. En nu ga ik toch eerder series kijken. Langer in bed liggen. Dat soort dingen.
Maar zal ik nog even laten zien wat ik aan heb. En dan ga ik. Ga ik even wat eten en dan ga ik. Ik heb dit groene shirt aan van de H&M. Zo'n standaard zwart rokje. Ik moet dit er nog even in doen. Een panty. En dan daaronder doe ik mijn Sandra's. En ik ga dus nu naar school toe. Ik ben helemaal klaar. Dus ik ga nu naar school. Ik heb toch bepaald dat ik niet met de auto ga. Ook niet naar het station toe. Dus ik ga lopen. Love my life. Maar ja. Ik ben over mijn jasje ben ik niet echt heel erg tevreden. Maar ik vond het een beetje te warm om een bondjasje aan te doen. Dus... nu is het dit geworden. Beetje gek. Dus ik ga nu naar school. Ik ben weer terug van school. Ik had namelijk alleen muziek. Dus ik was maar 1,5 uur op school. En ja, het was echt heel erg leuk. We gingen een beetje zingen. En gewoon wat je eigenlijk op de basisschool allemaal kan geven qua muziek. En ja, was heel erg interessant. Ik vind muziek wel leuk. Ik zeg niet dat ik er goed in ben. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En sorry voor het slechte licht. Ik ben nu even een tosti aan het maken. Echt super slecht. Ik heb de laatste tijd ook zoveel trek. En Amber en ik moeten echt gaan sporten. Ik weet gewoon dat Amber dit kijkt en dat ze hetzelfde denkt. En ik ben juist degene die zo vaak afzegt. Maar ja. Dus ik ga nu even een tosti maken. Even mijn laptop boven pakken en dan nog even YouTube video's kijken. En daarna ga ik even schooldingen doen. En vanavond moet ik ook oppassen. Dus dat is ook hard nodig. Niet hard nodig, maar de schooldingen zijn hard nodig. Dus ik ga even mijn laptop pakken. Dat is niet zo goed. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag, toch? Het is wel donderdag. Ik ben mijn camera vergeten, want ik ben al op school. Dus ik moest vanochtend een beetje haasten. En wij zijn bezig met een verhaal aan het voorbereiden. Woehoe! Want we hebben nu namelijk vertellen. En we moeten dus per... ja, in een groepje van 4 moeten we dus een verhaal voorbereiden. En wij hebben roodkapje. En dat moeten we dus nu, hebben we een 30 minuten om dat voor te bereiden. Maar dat is heel grappig, want dan zien jullie dit straks echt terug, weet je wel. Echt heel leuk. En dat dus, ik heb het begin, dus dat vind ik heel erg leuk. Oké, ik ben nu uit van school. En ik zit voorop bij Vera. Hi! Want we gaan met de klas naar de Mac, want ons drama valt uit. Het voelt allemaal zo middelbare schoolachtig, weet je wel. En ja, daarna moet ik werken, dus ik moet wel een beetje opschieten. Maar ik mocht geen pretverpester zijn, dus ik moest wel mee naar McDonald's. Omdat het mijn eigen idee was gisteren. Nou, om te gaan lunchen dan. Dus we gaan nu op de fiets naar de Mac. Ik ben weer thuis. Ik ging net met de klas naar de Mac. Ik had vanochtend volgens mij niet gefilmd, wel even op school. Maar ik ging dus net naar de McDonald's. En het is nu, even kijken, 3 uur en ik moet over 1 uur werken. Ik ga nog even een paar YouTube video's kijken en dan ga ik naar mijn werk toe. En ja, zou ik hierbij ook al de vlog afsluiten? Zou ik gewoon morgen opnieuw beginnen? Daar moet ik nog even naar kijken. Maar ik ga in ieder geval eerst lekker YouTube video's kijken. Oké, ik ben terug van werk en ik zie er echt niet uit met mijn badjas. Zo heel mooi. Maar ik heb toch besloten de vlog af te sluiten. Nu gelijk te gaan editen, zodat hij morgen online komt. Is dat ook gewoon gefixt en dan... hoef ik daar ook niet meer naar om te kijken. En dan begin ik morgen gelijk gewoon weer een nieuwe video. Dus ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. En zou ik het echt super leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneer je op mijn kanaal. Tips en zo mag altijd in de comments. En dankjewel voor het kijken. Doei doeg!